Dat is even schrikken, hè? We vinden het volkomen normaal dat mannen hier legaal seks bij vrouwen kunnen kopen. Maar als we de rollen omdraaien, dan voelt dat toch ineens bizar en abnormaal aan. Wat is binnen prostitutie nou eigenlijk normaal of abnormaal? Ik dook 2 jaar lang in die wereld om het antwoord te vinden op die vraag.